Voor het eerst in de geschiedenis van Masters of Luxury heeft iedere dag een eigen thema. En vandaag, zaterdag, is Night of the Stars. Ik heb mijn eigen favorieten uitgekozen en begin met een race tegen coureur Meindert van Buren. Hey, Meindert. Hey, hoe is het? Goed. We hebben elkaar al gezien natuurlijk. Ja, dat zeker. Ja. En toen dacht ik van tevoren, toen ik mocht kiezen wat ik allemaal wilde doen vandaag en ik zag dat jij erbij was. Ik dacht, dat lijkt me nou leuk om tegen jou te gaan racen. Zullen we het gewoon doen? Zeker, we gaan het doen. Let's go. En wat is jouw tijd? Mijn tijd is 1:13. En ik ben 1:57. Bijna. Erik, mag ik even bij je komen staan? Zeker. De Luxury Top 40, heb ik gehoord. Wat zit er allemaal in? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat zijn allemaal natuurlijk plaatjes die iets te maken hebben met geld, veel geld. Of ook met wannabes. Spice Girls staan erin genoteerd. All About The Money, Media, Gwen Stefani, Rich Girl. Eigenlijk is geld en goud en diamanten en luxe is natuurlijk iets van alle tijden. Dat past bij de Masters of Luxury. En dat past zeker bij de Masters of Luxury vanavond. Dus ook hier kom je alle leeftijden tegen. Hè? En wat is jouw favoriet? Nou, ik denk dat ik vind Prince vind ik toch wel een van de beste. Diamonds and Pearls. Zullen we hem even opzetten? Nou, laten we dat even doen, ja. Prince, Diamonds and Pearls. Nummer 1 in de Masters of Luxury Top 40. Dankjewel. Mickey Hoogendijk laat de kunst van Art Avenue zien door haar ogen. Leuk. Hey Mickey, waarom geef jij die rondleidingen hier? Ik heb heel veel rondleidingen gegeven toen ik mijn grote museumexpositie hier het Jan van der Tocht had in Amstelveen. En dat viel zo goed. Mensen vonden het enorm leuk om de verhalen erachter te horen. Ook soms mijn stuntelverhalen van ja, hoe vraag je zo'n mooie man bijvoorbeeld om naakt voor je te poseren. Een mooie vrouw. Mooie vrouw ook, ja. Maar vooral dat was natuurlijk wel even een extra fout. En dat is eigenlijk heel erg goed gevallen en ik vind het ook heel erg leuk om te doen. En wat ik eigenlijk altijd tegen mensen zeg is dat we vragen te weinig aan kunstenaars of aan galeriehouders wat er achter het werk zit. En als je dat niet doet, dan kun je natuurlijk gewoon heel erg van werk genieten. Maar soms hoor je verhalen en dingen ja, waar je of weer wat van leert of opsteekt. Of waardoor je misschien nog wel meer connectie met een bepaald beeld krijgt. Mijn grootvader was een beroemde kunsthandelaar in de 17e eeuwse meesters. Hij heeft heel veel gedaan voor het Rijksmuseum. En ik kom daar eigenlijk vandaan. Ik heb thuis honderden boeken van mijn opa die uit elkaar vallen van oudheid en schoonheid. En daarom ben ik zo dol op deze stand van Sander Bijl, want daar voel ik me altijd alsof ik een beetje bij opa thuis kom. Hallo Kiki. Oh, hallo Alain. Wat gaan we doen? We gaan aan die mensen twee wijn laten proeven. Met twee verschillende gerechten. Het eerste gerecht is een Sint-Jacobsschelp, de noot. Gaan we dun snijden. We gaan daarop een mooie truffelvinaigrette. Meestal wordt in een restaurant de truffelvinaigrette gemaakt met truffelolie. Maar truffelolie is het smerigste wat bestaat, omdat het is chemie. Deze vinaigrette is gemaakt met olijfolie, een klein beetje sesamolie, citroensap, verse truffel. En zout en peper. That's it. Eigen recept? Eigen recept. Er missen nog wat croutons. Waar? Dat was een test, die heb je goed gezien. Welke wijn krijg ik nu? Jij krijgt nu de Pouligny Montrachet, die iedereen ook in het glas heeft zitten. Die past bij het gerecht? Ja, die past bij het gerecht. Maar ik wil ook heel graag iets roods erbij schenken. Dus daar hebben we een Spätburgunder, een Duitse Pinot Noir voor gekozen. Die kan je dan daarna eventjes proeven. Vanavond geven ze ook heuse workshops flair bartending en daar hebben ze dus iemand voor uit Roemenië laten invliegen. En niet zomaar iemand, maar de wereldkampioen flair bartending. Kijken of hij bij iets kan bijbrengen. Hallo. Hi. I heard you, or can teach me
how to be a flair bartender. Is it possible everything in 5 minutes? Everything is possible. Or I need more experience? Everything is possible. You have barista, which is the guy who's taking care of the coffee. Yes. You have the mixology, which is actually the bartenders. They have started to improve the recipes and they're making different new trends and so on. And you have flair tending. Flair tending is about the show, one-man show. Grab the bottle from here. And I'm just gonna teach you one basic move. One, two, and one, two, one, two. And afterwards, you can pour. Yeah, this is actually the beginning. One, two, and you pour. Okay. One, two, yeah. Shall we make one now? I'm ready. Let's try. Cheers, Rose. Enjoy. Ik heb hier bij Zuidpool afgesproken met al mijn lieve collega's van Masters of Luxury voor de echte afterparty op zaterdag. Even lekker los en dansen.